Ja, koffie. Ja, zeker. Ik zet even de koffie neer. Heerlijk bakje koffie. Ik vroeg het mij af zojuist, Marcel. We zijn op bezoek bij Saïde. Saïde komt oorspronkelijk uit Iran. Of het nou Nederlandse koffie of Iraanse koffie is, Saïde? Nederlandse koffie. Ik dacht dat al te proeven. Ja. Zijn jullie ook in Iran koffiedrinkers van huis uit? Ja. Maar niet dezelfde Nederlandse. Niet dezelfde koffie, want hoe smaakt die? Heel anders? Ja, heel zuur, maar zonder melk. Zoet zonder melk. Nou, dat zegt Saïde, komt uit Iran. We zijn vandaag al veel vluchtelingen tegengekomen. Die komen we de hele dag tegen op radio en TV Oost. En het zijn vaak mensen die in asielzoekerscentra verblijven of ja, op weg zijn naar een asielzoekerscentrum. Saïde woont al 5 jaar in Nederland. Meneer Van den Burg, hoe zit dat precies? Wat is haar status? Hoe kun je dat duiden? Haar status is op dit moment onbepaalde tijd, dus verblijfstitel voor onbepaalde tijd. Die krijg je na 5 jaar verblijf hier, mits de inburgering traject is afgerond. Oké, okay, zit dat erin? Is dat al bijna voltooid of is dat klaar? Dat is voltooid. Okay. Terwijl we op de achtergrond allerlei geluiden horen. We komen zo even terug. We kunnen misschien even kijken, zeg ik tegen cameraman Michel, wat hier allemaal gebeurt. Dus in het huis van Saïde wordt op dit moment gewerkt. Want er is een nieuwe keuken geplaatst. Zo gaat dat in Nederland als je een huurhuis hebt via een woningcorporatie. En dat gaat allemaal heel voortvarend volgens mij. Het gastvanhuis krijgt een nieuwe plek. Saïde, daar ben jij blij mee, neem ik aan, hè, dat het op deze manier gaat in Nederland. Ja, ik ben heel blij. Ja. Want wat vind je nog meer leuk? Wat bevalt jou nog meer heel goed aan Nederland? Een beetje moeilijk om vrij uit te praten in het Nederlands, want je beheerst de Nederlandse taal al aardig, maar soms is het wat lastig. Nee, de alle mensen is heel aardig, maar eerst ik kwam in Nederland een beetje lastig, maar nu nee. En wat was er vooral lastig? Heel moeilijk. Ik kan niet heel goed vertellen. Nee, want, meneer Van den Burg, misschien kunt u het zeggen. Wat is de grootste hindernis die mensen zoals Saïde moeten nemen als ze als vluchteling hier in Nederland in dit verband in Nijverdal komen? Het begint natuurlijk met de taal. Ik hoor steeds van vluchtelingen dat onze taal zo moeilijk is. Ja. En dan zeg ik altijd terug, nee, dat Arabisch is moeilijk of het Farsi. En dan beginnen ze te lachen en dan heb je het ijs gebroken. Ja. Maar het blijkt wel dat mensen die uit die landen komen, dus Arabische landen, ja. Iran, Afghanistan. Dat zorgt voor een drempel, een barrière, een hindernis die genomen moet worden. Ja. En de omgang met andere mensen, met Nederlanders, zijn Nederlanders aardig? Ja. En waarom? Hoe blijkt dat? Ik altijd vraag met alle mensen heel goed antwoord geven. Niet discrimineren. Ja, discrimineren. Heel goed. Okay, goed. Ik ben heel blij. Ja, en voel je inmiddels een beetje een Nederlandse? Ik voel heel. Als ik hier om me heen kijk, dan zie ik oer-Hollands laminaat al liggen. Ja, ik moet heel veel werken. Ja. Ik kan niet. Op de grond. Ja, ik kan niet alleen in 1 of 2 uren heel stil zitten. Ik moet heel veel werken. Ja, want dat laminaat, daar is iets bijzonders mee van meneer Van den Burg. Dat heb je zelf gedaan, Saïde. Ja, ik heb de laminaat gedaan. Ja, gedaan en geverfd. En tapijt ook. Alles. Oké. Okay. Dus doe het zelf, Nederlander. Ja. Kijk eens aan, die zit hier tegenover mij op de bank. Ja. Bijna Nederlander, hè? Want het is nog niet helemaal officieel. Nee. In Iran ook, maar soms vrouwen moeten werken. Ja. Maar niet zelf in Nederland. Nee, niet zelf aan vloer leggen. Nee, alle mannen moeten werken. De vloeren en verf. Ja, ik vind het knap. Een vrouw die een laminaatvloer legt. Een Hollandse laminaatvloer door een Iraanse vrouw gelegd hier in deze woning in Nijverdal. De kasten, ja, die ademen nog de sfeer uit van, wat is het, Turks, Iran. Ja. Verderop staat ook nog een kast. Maar dat laminaat, dat ligt er toch echt heel erg strak in. Tot slot, zijn er ook dingen aan Nederland waarvan je zegt, vind ik niet zo leuk, vind ik een beetje raar. Want ik kan wel wat verzinnen hoor. Nee, ik vind koud. Niet raar. Alleen koud, ja. Alleen koud. Ik ben altijd zeggen, oh,
De weer in Nederland altijd koud. Ja, en de prullenbakken, het afval inzamelen. Want in de ene bak moet plastic, in de andere bak moet karton, in de andere bak moeten batterijen. Daar word ik als Nederlander gek van. Hoe zit dat met jou? Nee, gek niet. Jij wordt er niet gek van? Nee. Dat moet zo, hè? Ja, dat moet zo. Oké, goed. Nou, die officiële status van het Nederlanderschap zit er aan te komen, meneer Van den Burg. Die status, het Nederlanderschap, dat kan nu aangevraagd worden. Maar daar heeft de IND een jaar de tijd voor om daar over na te denken en daar toestemming toe te geven. Het is nog niet helemaal zover, maar de belangrijkste test die is met glans genomen. Dat is een oer-Hollands bakkie koffie zetten, wat zojuist gebeurd is. Gefeliciteerd. Ik neem nog een slok. Dankjewel, Saïde. En veel plezier hier en veel geluk, levensgeluk in Nijverdal. Hollandse koffie van Saïde hier in Nijverdal.